Hallo, ik ben als eerste op de redactie. Ik steek de lichten aan, neem mijn computer uit mijn lokker. Er is niemand, ik zou alles kunnen doen wat ik wil. Mijn laptop in het inprikpunt. Ik zet hem dan nu aan. Mijn koptelefoon op mijn hoofd. Nu ga ik mijn paswoord ingeven. Dikke Piet 7. Dat is niet waar. En dat is het dan. Het begin van de werkdag. Maar hier gebeurt niks. En het ding is, de opties zijn legio, hè. Je hebt hier zo'n gigantische ruimte. Je hebt hier keigoede muziek. Terwijl Siska haar kleed aan het kiezen is voor de Mia's. Ja, maar nee, je mag nog niet zien, hè. Het is nog geheim. Heet ik jullie van harte welkom in een nieuwe vlog. Het was een keitoffe week met superveel BV's. Nummer 1 van die BV's was Filip Geubels, bekend van het fantastische programma Taboe. Je behandelt van alle groepen van minderheden, hè. Mensen met een handicap, dikke mensen, arme mensen, gekleurde mensen. Het is gewoon jammer om te zien dat weer altijd dezelfde minderheden in de kou blijven staan. En dat zijn rosse mensen. Ik ben teleurgesteld, Filip. Seizoen 2 misschien, hè. Ja. Ik ken Thibaut van Nicole Idiots en Erika van Tillen. We zijn aan het wachten op uw uitnodiging. Dus oké, dat is zo. Zou jij staan met Rosaar? Ah ja, maar ik... Hé, hey, sta van nog wel. Oh nee. Het ding is, ik ben natuurlijk zelf ook een BV't. Dat merk ik elke dag, omdat heel veel mensen mij gratis dingen doorsturen. Ah, het is een leuke kalender van 2018, mij toegezonden door Publiebureau Reclamemakers. Zeg Fio, jij bent bezig met de planning en al, hè? Dat is een handige kalender. En daar kan je dan alles opschrijven, hè? Ik kan daar niks opschrijven. Fio, je moet het ook willen, hè? Wil het opschrijven? Ja, maar waar moet ik het schrijven? Zeg, doe eens je best. Ik heb ook een kalender. Kijk, Karel heeft een kalender. Ben jij blij met je kalender, Karel? Super blij. Hij heeft ruimte om te schrijven, kijk. Vio, had uw bakkes. Wat zeg jij daar? Ik zeg, ga nog maar rode kool eten. Oh! 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 Dit, sorry. Dat heb ik niet gezegd, Vio. Wat is er aan? Dat is een goed tussenbeeld weer. Ja, kom, we doen nog even. Het goeie is wel, ondertussen staat die fucking kalender hier wel. Daar is Jonas, de hottie van de redactie, meisjes. Hallo. Goed, los daarvan, topmomentje deze week was mijn ochtend met Liz. Ik had een foto doorgestuurd gekregen van zo'n vriendenboekje waar Liz, 6 jaar, had ingeschreven dat ze later Linde Merkpoel wou worden. Dus... ik ben die de volgende morgen gaan halen bij haar thuis om samen radio te maken. Dat was super tof. Maar de titel van mijn programma vond ze hilarisch. Maar waarom zit daar een beest? Voilà. Je bent al lang wakker. Nu goed, ik snap het wel. Linde staat op. Linde is natuurlijk reeds wakker, want Linde maakt radio. Alleen, Linde is natuurlijk reeds wakker. Dat is echt een hele slechte radiotitel. Ah, hier nog een hottie van de redactie. Brecht, kom eens hallo zeggen aan de vloggers. Ja, ik vind Brecht wel een echte hottie. Hallo, vloggers. Kijk meisjes, het is Brecht. Swap. Liz van 6 was niet het enige kleinkind dat deze week in de studio was. Ik vind altijd een stuurvraag van het aardloop. En het eerste rijden in Ruijbeke zijn twee. Allee! Mof. Waarom moet hier water over mijn hoofd? Sorry. Ik weet ook niet wat er scheelt met Bram. Kijk, oh, schattig die twee. Ze zijn er. Kushi, kushi. Hallo. Hier is ze. Ja. Jullie komen straks dan langs in de studio? Ja. Als dat oké is voor jou. Ja, dat is super oké. Ik zal ondertussen... de vlog aan mij geven. Ja, wel. Zorg er dan voor dat er iets op staat straks. Zullen we niet gewoon iets opzetten op onze gsm dat er zo voorhoudt dat die zo wat pak de smurfen of zo? Dames en heren, we zien het in de smurfen. En je mag fijn met smurfen kijken. Veel ervan. Plezier. Veel kijkplezier. Hoe zit dat scherm? Hey, kom eens met de land. Welkom allemaal. Heb je nog zo'n tijd? Karin Kamel, ik zijn toch weg met die ellendige vlooien zak? Je weet dat ik katten haat. Ze geven niets om geld. Je ware moeder, je haatje. Oh, Matteo. I love you. Jammer genoeg ben ik niet op de première van Patser geraakt, maar mijn collega Kim wel.
En zij heeft voor mij de film uitgebeeld in 3 seconden. Go, Kim. Wauw, 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 bam, bam, bam. Come again. Go, Kim. Wauw, 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 bam, bam. Bram heeft het vandaag enorm aan zijn rug. En daarom dans ik vandaag voor 2. Ziet ons dansen. Wat een sfeer, wat een ambiance. Dat was natuurlijk Friday. En Friday is Friday. Vrijdag staat voor dans en zang met Vegas Dimitri. We need to do the fandango. Thunderbolts of lightning. Very, very frightening me. Galileo. 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 Magnifico. I'm just a poor boy. Nobody loves me. He's just a poor boy. Oh. Dit is Steph Girls. Hey. Hottie. Tot volgende week. Laat uw lichaam zien. Laat uw lichaam zien, Steph. Oh, 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 oh. En doet het nog ook. Oké, vloggers. We gaan even de smurfen achterwege laten. We gaan nu kijken hoe het staat met Ian Thomas. Niet ervan. Dag, vloggers. Bye bye.